Hey dude, welkom bij een nieuwe excellente video. Vandaag nemen wij een kijkje op Bill Ted Face The Music. Hey dude, de derde Bill Ted. Wow! Geef toe, deze film zijn grootste missed opportunity is mij niet kasten. Zet in de comments als je het daarmee eens bent. Zet het niet in de comments als je het daar niet mee eens bent. Breek mijn hart niet. Nee, ja, uh, Bill and Ted Face the music. Een franchise die mij eigenlijk gewoon totaal niks zei. Ik kende het wel, maar ik wist er niks vanaf voor de ging kijken. Daarom heb ik geprobeerd de afgelopen maand om ze allemaal drie te bekijken. Dus ik heb Bill and Ted ingezien gezien. En daarna heb ik de andere twee niet meer gekeken. Dus ik dacht bij mezelf, dat kan beter. Dus ik heb wat vrienden bij elkaar gesprokkeld en we hebben een marathon gedaan. En uh, niet voor mijn vrienden kijken, gewoon hier voor nu. Dus, ja. Uh, yeah. Bill en Ted. Ik heb alle drie achter elkaar bekeken, met Innoël Holmes er eventjes tussen. Die komt ook deze week ergens online. Dus, ja. Uh, yeah. Ik was echt, eventjes, volledig in de Bill en Ted world, dude. It's an excellent world, dude. <middels> 30 jaar na datum zijn Bill en Ted terug en ze zijn beter dan ooit. Twee zijn geweldig en ze hebben hun comedic duo absoluut niet laten varen. Hun chemistry is prachtig. Dit keer gaan we met het verhaal vooral naar de toekomst, maar het geweldige aan dit verhaal is, het is een beetje een mix tussen Bill en Ted face the music, maar ook met aspecten en storylines uit Bill en Ted's excellent adventure en uit Bill en Ted's bogus journey. Het is grappig en de mix van de drie werkt perfect op beeld. Ook de twee dochters van Bill en Ted waren best wel een leuke toevoeging aan het verhaal. Alleen moet ik wel toegeven dat ze mij iets minder konden schelen. Tot op het einde. Toen wonnen ze me over. Verhaal 165 op 200. Bill en Ted zijn natuurlijk weer geweldig. En ook de tribute naar Rufus was er heel erg goed bij geschreven. Want voor de mensen die het niet weten, de acteur achter Rufus is enkele jaren geleden gestorven. Ook de andere toekomstpersonages wel leuk, maar vooral de Bill en Ted's uit de toekomst waren fantastisch om te zien. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar de Grim Reaper was eigenlijk terug en oh, ik vond hem geweldig. FYI, ik weiger de Vlaamse naam en de Nederlandse naam van de Grim Reaper uit te spreken. Ik ga het één keer doen voor de sake of deze video. De Vlaamse naam van de Grim Reaper is Pietje de Dood. en de Nederlandse naam van de Grim Reaper is Magere Hein. Zoals ik al zei, de dochters hebben me na een tijdje pas overgewonnen, maar hun verhaal was best wel leuk, omdat zij eigenlijk gewoon de vorige twee films bij elkaar brachten. En ze hadden ook nog eens een leuke storyline op het einde, en hun einde was perfect, en de derde act gaat een beetje over hun, en dat was ook prachtig om te zien. Ik moet zeggen dat eigenlijk enkel de twee vrouwen van Bill Ted, die ik in de eerste twee films echt heel erg leuk vond, nu mij niet konden boeien. Ik vond ze totaal niet interessant, ik vond ze best wel stresserend. Personages, 170 op 200. De CGI in deze film was veel beter, maar ik moet zeggen dat is logisch, want de andere films waren gemaakt in het begin van de vorige 19e eeuw. Uh, van 1990. De pacing van de film was bijna fantastisch, waar het moment in het middeldeel even wat stil ging. Maar ook hier even belangrijk om te zeggen: de kostuums en de make-up in deze film prachtig. Pacing en designing: 125 op 150. Ook is de film best surprising en het derde act van deze film is zelfs gewoon best leuk. Surprisement: 75 op 100. Keanu Reeves en Alex Winter hebben het nog steeds en ze zijn immens leuk in deze film. En van de dochters moet ik toegeven dat enkel Samara Weaving echt leuk was. Want zij doet tenminste nog iets nieuws met haar personage, terwijl de ander basically gewoon een kopie is van zijn vader. Acting 135 op 150. Ook de critics vonden dit een leuke film en ze geven hem een 65 op 100. Ik zelf vond hem beter als dat. Ik geef hem een 40 op 50. En entertainment gezien heb ik mij heel goed geamuseerd met deze film. Ik geef hem 4,5 ster en een hartje, oftewel 50,50. 50. Dat brengt de totaalscore van Bill Ted's Faced Music uit op een 825 op 1000, oftewel een 8,3 op 10. Heb jij deze film nog gezien of ga je hem kijken? Laat dat weten in de comments naar beneden. Ik zie je graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken en bye bye.